Welkom bij Mike Vrakendoor. Achter de knoppen zit Kees, want jullie weten het. Zonder Kees kan ik er niet en praten wel. En dat doe ik vandaag met Henk Veen. Dag Henk. Hey Mike. Hoe gaat-ie? Goed hoor, met mij prima. Mooi zo. Allereerst wil ik even met het Dijklander ziekenhuis beginnen. Je hebt een mooie expositie. Klopt, helemaal. Hoe kom je daar? Nou, ik kom via eigenlijk, wat met me gebeurt. We werken de Ragged ziekenhuis. Ja. Ben ik meer ziekenhuis gaan bezoeken. Oké. Okay. Vandaar de expositie in de Dijklander. Oké. Okay. Dus via Amsterdam is dat zo? Ja, daarom. Klopt. Geweldig toch? Ja. Wat zien we daar? Wat voor schilderijen we nemen mee? Wat. Amsterdam zie je. Oh. En tulpen, alles eigenlijk. Als Henk Veen, hoe zie je schilderijen er dan uit voor de mensen die het niet weten? Ja, jeetje. Het is kleurrijk, hè? Het is vooral kleurrijk, ja. En de verf. Spaat is gedaan. Vrede is aan de andere kant. Dat is het probleem, hè? Zonder vrede. Dat valt niet vaak. Maar je bent, je maakt heel veel mooie schilderijen. Dank wel, dank wel. En dat mag in Horen ook gezien worden. Met zie, ja. Ja. En hoeveel schilderijen heb je eigenlijk? Er hangen 24 schilderijen. Ja, maar thuis in totaal. Het is over 500, hè? Over de 500, geloof ik. Ja. Over de 500, ja. Ja, kunnen hangen. En hoe bedenk je dan van die schilderijen wil ik in dat ziekenhuis hebben? Nee, ik pak gewoon. Je pakt gewoon? Ja, eruit. Okay. Nee, dat ik wel heb. En dan, gaat het. En dan moet Freya, die zijn naasje, die moet dan ook even zeggen van dat... Ja, dit zou we ook goed kijken op. Nu wil ik dat. Nee, dat heb je de vorige keer niet gedaan. Oh. Echt goed. Zo weet ik dat. En dan mag het tot maart mag het blijven staan. Hè, in het, klopt, ja. Klopt. En dan, dan moet je ze wel weer meenemen natuurlijk. Ja, naar volgende expositie. Ja. En dan kom je niet in Purmerend, want daar heb je ook een Dijklander. Ja, dat is Purmerend, ja. Ook geweldig. Ja, natuurlijk. Oh ja. Dat weet ik. Wat is daar de datum van, of weet je dat? Weet je dat ook? Freda, pak even je microfoon. Ja, Freda heeft een microfoon ook. Kees, ja. Na de renovatie, dan mag Henk daar ook exposeren. Oké. Okay. Dus dat komt helemaal goed. Nou, dan... Want ja, Purmerend en Homburg is lekker dichtbij. Ja, toch? Dus dan kunnen we daar ook kijken. Ja. En je hebt ook je bent natuurlijk met je project bezig geweest met je hersenbloeding, hè? Ja, ik heb 14 verstoppingen in mijn hoofd. Ja. Uit de ziekte van de bloedvaten heet dat. Oké. Okay. Dat is ook wel mijn spraakgeslag. Ja. Vandaar dat ik onmoeilijk praat dus. Ja. Ja, gelukkig kan je je werk nog uit. Gelukkig wel. Want dat heb ik ook nog via de Facebook aan je verteld. Want het kan ook anders zijn, dan ben je een kastplantje. Heel anders, ja, kan heel anders. Maar hoe ziet dat project eruit, dat brils? Ja, het is een apart naar Freke. Moet ik het allemaal vertellen? Freke, dat is goed. Nou, Henk die werd ziek. Ja. En Henk die stond boven zijn schilderij met zijn kwasten, met zijn stokje en zijn verf. En hij zegt, Free, ik weet het niet meer. Ik kan het niet meer. Ik heb een leeg hoofd. Hij zegt, en nu? Ik zeg, nou, en nu? We hebben 4 pubers. Die moeten leren en studeren. Die moeten het dak boven zijn hoofd houden. En je moet je gas en licht betalen. En ook nog eten. Ik zeg, we zijn niet verzekerd. Je zal moeten. Ja, ja. En dat is natuurlijk heel naar als je dat moet gaan zeggen. Ik zeg, maar... We gaan er iets op verzinnen en daar heb ik dus een... ik zeg tegen Henk, ik geef jou een vierkantje en die schilder je altijd blauw. Ja. Vierkantje van 20 bij 20 centimeter. Dat is natuurlijk een heel klein schilderijtje. Dat moet te doen zijn, dacht ik. Want hij kon alle gegevens die hij voor zijn beschadiging in zijn hoofd... Ja. Kon hij dit niet meer terughalen. Dus ik moest weer gaan zoeken in zijn hoofd om dus alles wat hij kon toch terug te gaan halen. Nou, vierkantje, je krijgt een vormpje van een vogeltje. Dat vogeltje mag alle kleuren hebben. En
Het vogeltje krijgt een brilletje op. Dat moet je gaan zoeken op internet. Ja. Oftewel, met zo min mogelijk prikkels... is hij dat schilderijtje gaan maken. En voordat het af was, had hij het al verkocht. Nou, dat smaakt natuurlijk naar meer. Oh, maar hij was helemaal kapot. Ja. In zijn bed gaan liggen. Volgende dag ging hij er twee maken. Voordat het af was, waren ze al verkocht. Dus weet je, het was zo'n apart vogeltje. En iedereen die had natuurlijk in de gaten wat er met Henk aan de hand was. Ze vonden het allemaal geweldig. En Henk heeft er zo verschrikkelijk veel gemaakt... dat we daarmee hebben kunnen overleven. Ongelooflijk. Mooi want verhaal. Want je bent zelfstandig. Dus dan kan je gewoon niks meer als je zo'n ziekte hebt. Hè? Moeilijk, hè? Opeens op je dak ziet er. Ja, het is... Ja. Maar niets, hè? Maar heb je het... Ja. En dan schrik je ook dat alles stopt. Want ja, je moet je kinderen... Oh ja, mijn leven wordt anders. En je bent opa, hè? Ja, dat is ook, ja, geweldig. Je ziet hem helemaal glunderen, hè? Zie je dat? Heel waar. Ja, leuk toch, hè? Heel leuk, het is echt geweldig. Ja. Kerst als een tweeling krijgen. Krijg je een tweeling? Een oh, een tweeling. Ik krijg hem niet, mijn dochter. Okay, nee, je dochter, kijk. Ja. Nee, maar nu is ook op televisie van de EO, hè? Dat programma. Oh, dat kan ook, met die drieling. Weet je dat, Freda? Nou, dat is ongelooflijk, hè? Hoe ze dan met die mensen omgaan, hè? Het is een prachtig iets, die drieling. Zo, ik heb nog een stukje klaar staan van de THC, hè? Geweldig. Want vroeger, hè, nu ben ik net of ik heel oud ben, maar vroeger heb ik met zoiets van radio gezeten. Ja. Toen heb ik jou een paar keer mogen ontmoeten en ook... Die jongen, hoe heet die eigenlijk? Ik ben zijn naam Rocky, vertel je. Rocky, dankjewel. Rocky. Nou, die hebben we klaarstaan. Kees, laat hem maar horen. Het is de 1, 2, 3 tot de 4. Amsterdam, motherfucking dam, jongen, geef die mic hier. Maar dit keer laat ik jullie achter met de top. Met al die lame motherfuckers in de game is fucked up. Dus stap terug, ga lucht en pak je rust. Is de rep-president in de stad zo berucht. Maar de drugs wordt verpakt voor de vlucht. Druk het op je hart tot je zucht, prik je vaker dan de mug. Oh shit, wat is dit? Arbidjan is binnen, brada, start die shit. Ah yes, broertje van flex. En je weet het, betaal nooit een hoertje voor seks. Smoke met allemaal matties, high times, assies. Zachtjes, weeg ik de live voor de bakjes. We gaan voor de dood, ik heb mijn ogen op de prijs. Geef mij maar Amsterdam, dat is mooier dan Parijs. Geef mij maar Amsterdam. In mijn stad die ik presenteer, Amsterdam de bom, daar gaat het om. Hou van deze plek en andersom. Oost, west, thuis, best, zit ik lekker met de fles. Neem een sip, rol een tip voor het wiekje die ik test. Geen stress, ik zeg, geef mij maar Amsterdam. Er gebeurt hier allemaal, de stad waar alles kan. Rechtstreeks uit het hart en op volle kracht. Elke dag genieten van de stad, er is van alles wat. Ik ben zeker over plekken geweest, maar van al die plekken hou ik van Amsterdam het meest. Geef mij maar Amsterdam. Dit is nummer 1, dit beloof wat een hoger niveau met de flow en ik show. Dat dan bro op het vlak in de stad waar mijn hart ligt. Noord of ik ga de stad in, je kan me vinden in de koffieshop. Alleen ik zit niet met de koffiekop. Ik draai mijn skunk en zie je junkie roze fluffy op. Het houdt niet op, toch ben ik trots op de blok. Schreef een handtekening in een box van de rocks. Schiet een paar pics met een paar kids. Luister naar onze spit en geef een paar tips. Dat is hoe het is. Proef de kracht want je kan het allemaal zien. En kom je ook uit Amsterdam, laat dan je motherfucking ass zien. En je weet dat ik geen grap maak. Hoef je niet te zeggen welke stad ik claim. Je hoort dat ik plat praat. Ik weet geen één stad of een ander land. Zit zo diep in mijn hart, net als Amsterdam. Geef mij maar Amsterdam. Ja.
Ik ben in Amsterdam geboren. Tot mijn laatste adem blijf ik hier. Helemaal lam, je kan het horen. Door de jaren met het bier. Ik leef mijn leven als een schooljaar. Amsterdam, lichte zijde en verdien. Amsterdam, onder de meiers en de boeiers. Amsterdam, ik blijf mijn hele leven hier. Amsterdam, THC met Rocky. Ze komen wel weer helemaal in, Henk. Ik vind nog steeds aan gaan. Absoluut. Ja, met een nieuwe album. We hopen dat ze wat beter weer in de picture komen. Dat is allemaal goed. Doe vast. Tandorpen, Husselkrik. Nog een keer? Tandorpen, Husselkrik. Oh, zo. Ja. Zo heet die CD. TC dat. Oh, oké. Okay. Ja. Maar THC was ook toch een drugs, toch? Zo zit het. Het zit in de wiet en daar is ja. Dat is de THC. Dat is de THC. Dat is, ja. Nou, daar zitten wij ook eigenlijk misschien soms aan. Hè? Al die drugs wat we slikken af en toe. Hè? Tuurlijk. Ook een soort THC'tje is absoluut, dat, toch? Ja. Absoluut. Dus, maar doe je nog iets met tv, doe je nog tv-dingetjes? Dat ik ga schilderen bij programma's. Want die deuren kennen we nog. Toen van Live for You nog, hè? Ja, geweldig, deuren van Live for You. Ja, dat was, is toch jammer dat ze weggaan, hè? Ja, jammer, ik hè? Ik vind het zo jammer. Dan komt Boulevard. Ja. En dan die zondagmiddag miste ik. Want dat zag je meteen jouw deuren. Ja, dus, meteen, ja. Meteen, en dan... Maar de deur van de producer heeft toch de deur, hè? Oh, nou, dat is goed dat die productiebedrijf dat hebben nog steeds. En dat ze niet weggooien, want dat kunnen ze ook doen natuurlijk. Tuurlijk. Toch, ja. Maar er staan geen andere dingen op het programma. Nee, dat niet. Nee. Allemaal tegenwoordig wordt alles gesponsord. Ja, ook gesponsord. Oh, dat is... Nou, ja, dat is dan gaat het niet meer door. Dan gaat het niet meer door, maar dan... Dan moet je een paar keer dat sponsor zeggen. Ja, heel jammer eigenlijk. Maar je gaat ook wat leuks, zo zag ik op Facebook, met 14 februari, hè? Oh, Valentijn. Valentijnsdag. Oh, tuurlijk. De liefde, lovers in the air. Tuurlijk. Ja, wat ga je precies doen? Ja, maak speciaal schilderij, ja. Ja. Tuurlijk, of van het hart is, weet ik wel. Ja. Mensen met elkaar, liefdesschilderijen. Ja, prachtig. Maar vorig jaar heb je dat toch ook gedaan, toch? Zeg je ook in de Valentijns, toch? In de vorige tuurlijk, keer, ja, toch leuke tijd, hoor. Leuk. Maar doe je dat ook bij moederdag? Doe ik eigenlijk gewoon zaken met Valentijn. Alleen, ja. Ja. Dus niet mee in de commercie, zeg maar. Nee, juist blijf je aan de gang. Ja, toch? Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar, ja. Nee, toen alleen als ijs goed had. Maak een nieuw doek over Ajax. Ja, met Ajax gaat het nu wel beter, maar het ging wel. Gelukkig wel. Ben je een goede trainer, zo'n schip. Ja. Vriendje van me, heel goed. Oh, ja. Was hij te genieten, Freda? Pak even je microfoon. Was hij wel even te genieten, de eerste keer? Dat het zo slecht ging met Ajax? Nou, ja, dat is wel even drama geweest natuurlijk. Ja. En Henk die wist ook eigenlijk niet wat hij moest gaan tekenen voor de krant. Want dat tekent ook voor de kranten in Noord-Holland. Ja. En moet hij iedere week wat verzinnen? Ja. En wat ga je nou verzinnen op het moment dat Ajax eigenlijk op zijn gat ligt en misschien wel staat om te vallen? Dus uiteindelijk heb je een tekening gemaakt waar je toch je ei kwijt kon zonder negatief te zijn van ik baal, jij baalt, wij balen. Geweldig. Ja, dus, ja, dat vond ik een geweldige tekening wat je verzonnen had. Ja. Maar ja, soms weet je het gewoon niet. Nee. En het is gewoon heel lastig in een tijd waarin, nu is het Ajax overkomen. En nu begrijp ik dat AZ niet helemaal lekker zit. Nee, nu mag mijn vader het overkomen. Ah ja, dat snap ik. Ja, toch? Ja, op het tekeningetje van AZ natuurlijk. Van wat voor krant? De Noord-Hollandse Dagblad, toch? En de Parool doe je, toch? Nee, ik doe Stadblad, Kastrikum en... Heilo, ja. Kastrikum, Landsmeer, ja, Oceaan, ja. Noord-Hollandse Dagblad. Wat zeg ik nou? Noord-Amsterdams Nieuwsblad. Het zijn er 7. Uitgeest. Haarlem. Ongelooflijk. Ja, we staan natuurlijk, vorige week stonden we in Hoorn.
over het stukje van de expo in het ziekenhuis. Ja, 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 ja. Dus altijd als we ergens zijn in een stad, dan zorgen we er altijd voor dat iedereen mee kan krijgen in de kranten. En dan die tekening moet elke week gedaan worden. En dan komt het overal in de bladen juist terecht. Is ook een hele mooie therapie natuurlijk, dat Henk wel helder blijft en wakker blijft in zijn hoofd. Door iedere keer weer een tekening te moeten gaan verzinnen. Ja. Ja. Oh ja. Het is eigenlijk ook een soort therapie voor jezelf, maar zeker. Ook voor de mensen eromheen. Ja. Ja. Ja, dat is een goede therapie. Heel mooi. En weet je nu al wat je voor volgende week moet doen? Heb ik al getekend. Oh, heb je al getekend? Het gaat over de wind eigenlijk, de storm. Oh. Ja. Ja, dat is het hele leven eigenlijk, hè? Stormachtig. Ja, stormachtig, is het leven, ja. Ja, maar ja, zo blijf je ook... zo blijf je lekker bezig. Maar stel, als je dan... Praat je ook wel eens met lotgenoten over... Want sommige mensen die weten natuurlijk niet wat ze moeten doen. Hou jij dan de positie? Of nou, nee, praat nee. je er wel eens over? Of denk je van, nou, ik teken liever... Zo. Ja, maar denk ik ook. Zo teken is leuk. Ja. Maar ik ken iemand die ook de beroerdheid had. Die was ook wat kwaad en boos. Dat hij niet meer ging praten. Ja, daar begint, daar komt niks voor terug. Ja. Dan kan hij alleen maar ja en nee zeggen. Ja, is een soort eerst boosheid. En dan moet die boosheid, ja. die moet eruit. En later komt het in de fantasie terecht. Ja, maar ja, en dat als je niet oefent... Weet je niet zo, als ik zeg, daar niet veel, ga niet met Mike denken. Natuurlijk kan ik met Mike praten. Ja. Gewoon doen. Ja, dat is ook zo, ja. Dus gewoon een kwestie van doen. Zullen we gewoon even lekker een muziekje doen? Dat lijkt me ook zo leuk op deze donderdag.
Ja, Tom Jones. Lekker muziekje, Henk. Zalig, hè, jongen. Ja. Heel zalig. En als je nou een muziekje, een liedje hoort, dan moet je meteen een papiertje pakken, hè? Ja, dat klopt. Ja. Als je een muziek hoort, kost het bij een beetje tekst, dan maak je een schilderij. Ja, ja. En dan moet je meteen tekenen. En misschien klopt. Komt het ook wel in die kranten dan. Dat klopt, stiekem. Dat klopt. Ja. Ja. Zo werkt dat. Ja. Ga je emoties in de papier zetten. Ja. Konden wij dat maar, Kees? Natuurlijk, ja, dat kun je dat gewoon doen. Maar doe je dat echt op papier of doe je dat via de computer? Nee, doe het op papier. Op papier. Als op papier. En dan scan je het in of zo, dat je niet kwijtraken of zo. Ja, sowieso. Ja. En daar let vrede weer op dat het allemaal netjes in boekjes wordt gedaan. Ja, het een heleboel, ja. Ja. Maar teken je ook je kleinkind? Heb ik gedaan, ja. Ja? Leuk, hè? Ja. Hoe lang heb je erover gedaan? Heel kort. Heel kort, maar? Oh, dat heel lang. Makkelijk, nee, man. Heel makkelijk. Het zat hier niet in, hè? Ja? Het andere, hè? Ja, maar. Ik heb een boekje voor jou. Ja? Tekenboekje. Ja? Over je aars en tijd van corona ook. Ja? Kun je daar aan. Ja? Ik krijg al nu van vrede. Ja, wat zie ik allemaal, Henk? Allemaal tekens van de krant. Ja. Oh, is het echt van de krant? Van de krant, ja. Oh. Met de voorwaartse van Johan Cruijff. Oh, ja. Oh, hey, Johan Cruijff, daar wil ik het nog een beetje over hebben. Over die Cruijffkoorts. Ja, leuk, ja. Ja. Heb je dat ook niet getekend? Toen met dat voetballen ben ik een beetje abuis nu. Het is een beetje abuis. Ja. Ik heb namelijk geschilderd met Johan Cruijff. Ja. En met Marco van Basten en weet wat. Maar het schilderij heb ik gemaakt met de hoeken te laatst van de Bijkorf. Oh, van allemaal bekende artiesten. Ja? Bijvoorbeeld Bas de Bort en Jules Deelder. Ja. Maar Ben Nero Vrijer, maar vroeger. Oh ja. Bijvoorbeeld, het leuk een heel leuk project. Ja. Van het geld hebben we een kraafkoord kunnen bekosten. Oké. En waar? In Amsterdam ook? Onbekend. Oh, het is onbekend nog? Onbekend. Het staat er ook nog niet? Nee. Oh, het staat er wel ergens, maar ja. Het is toch een beetje geheim nog. Hè. Oh. Maar het zijn allemaal leuke dingen. Dus Hij is hartstikke mooi, man. Het zijn mooie... En met jouw kraafschilderen, moet je eens voorstellen. Ja. Geweldig toch? Ja. Zat de man in hoe je heet, Heek, wat moet hij doen? Ja. Ga je kraaf uitleggen wat hij moet doen? Ja. Ja, geweldig. Ja, het is toch een heel gemis, hè? Tuurlijk, heel groot gemis. Enorm. Maar jij span je ook in met die mooie stichtingen, hè? Zoals de Cruijff. Dat is je hart en ziel, hè? Ja, absoluut, ja. Ja. Dan moet je ook niet aan aankomen, want dan... Nee, helemaal niet nodig. Nee, ik was een hele verre keer, was dat. Ja, ja. Vooral met de kinderen. Vooral in Pizarra had je ook zo'n kruivend deze dag. Ja. In Olympisch Pizarra, dat was geweldig. En hoe lang, wanneer was dat dan? Wanneer was dat? Nou, bijvoorbeeld in 2015. Oh, 15, ja. Elke keer werd het nu gegaan. Oké, ja. Zullen we even naar een lekker muziekje luisteren? Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Your restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Beneath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that spit the sound of silence, and the people bowed and prayed to the knee.
of silence. Zijn mooie dames, hè? Die mensen, die dames van of Jean. Ja, prachtige dames. Ja, mooie dames, ja. Ja, klopt. Toch? Ja, ja. Heel mooi. Kijken mag, maar aankomen niet. Ik heb ontzettend last van de spasme opeens. Tak, tak. Zo wel. Hoe heet het? Over de coronatijd, hè? Hoe ja. is dat eigenlijk bij jou gegaan eigenlijk? Buiten nou, je werk natuurlijk, want dat is ook een... Vervelend, want we net uit het presseren in Bovenijs ziekenhuis. Ja. Toen brak corona uit, moesten we beide de doeken weghalen. Ja. Maar ze bleef staan bij de schilderijen erom. Het mocht niet. Nee. Dus maar nergens meer echt plezier. Mensen kwamen wel gelukkig naar ons huis, gelukkig. Oh, gelukkig wel, ja. Gelukkig wel. Dus... En toen kon je ook wat tekenen. Ja, natuurlijk. Ze tekenen. Want in jouw geweldige 100, hoe moet ik het noemen, een gids? Een boek. Daar zit ook heel veel tekenen in, ook over een stukje corona. Klopt. Over de damesvoetbal. Damesvoetbal. Ja. Dat was helemaal niet meer in de picture. Maar sinds dat Wiegman... aan de roer is gegaan. Is het damesvoetbal heel anders geworden? Leuk, ik vind het leuk om naar te kijken. Is ook. Je ziet al verbetering. Begin dacht ik, het is helemaal niks. Die vrouw kon er echt veel voetballen. Nu tegenwoordig is hij wel niveau gestijgd omhoog. Ja, beter. Zeker. Beter.
zeker. Hè, Kees? Je leert elke week weer. Ook met damesvoetbal. Nee, maar dat, want die Wiegman, die hebben die dames goed omhoog gedaan natuurlijk. Ja. Nou, er zit nog meer over. Oh ja, dat vond ik ook zo mooi. Dat je met die hoofd. En dan met die. Dat je niet meer weet wat je moet doen. Hè? Je gevoel, ja, totaal in de war. In de war, ja. Begrijp ik te voorkomen. Vooral nu eigenlijk met dit hoofd. Heb je dat helemaal. Ja, ja, ook door die prikkels, hè? Ja, die prikkels. Zeer veel prikkels. Word je moe van. Hè? Normaal is het niet voorstellen, maar. Nu eigenlijk wel. Ja, ja, ja. Dus je wordt helemaal gek. Hè? Dan kan je alleen maar janken en doen. En soms kan je niet uiten. Daarom. En dat is... Dat kan je niet uiten. Daar is waar je toe bent. Ja. Nee, dat merk jij ook wel, Kees. Hè? Bij Odeon is dat ook. Hè? Odeon is het ook dat mensen niet kunnen uiten. Of, en dan worden ze ook een beetje... Ze moeten hun dingen blijven doen, want als je dicht bij, net zoals die coronatijd is geweest, dan kan je niks meer. Ja. Dan zie je alleen maar een jaartje. Dus, dat klopt. Ja. Ja. Ja, ja. Ook, het was ook wel fijn eigenlijk. Vroeger liep je straat met een hond alleen op straat. Er was helemaal niemand. Ja. Ja, ook wel lekker te lopen. Ja, ja. Dus. En dan die avondklok. Ja, dat, ja. Gelukkig sta ik niet in de zorg. Hè? Ik word anders. Gelukkig niet. Nee, maar maak je ook, kom je ook in revalidatiecentrums met je doeken? Nou, ik kom daar doen we. Ziekenhuis bovenaan. Je hebt schilderijen. Revalidatieschilderijen heb ik gemaakt. Oh ja, en dan blijven ze ook staan. Ja, dus je hoeft niet weg te doen. Nee, je mag daarbij blijven het echt plezieren. Oh, geweldig. Dus er komt elke keer een nieuwe... Ja, als het wel, ja. Maar het refereert ook vaak het boveneind ziekenhuis. Oké, okay, ja. Of de apenkaartjes, ja. Oh, dat zeg ik ook altijd. Even opkrikken weer je hoofd en lichamelijk weer opkrikken. Het gaat weer. En als je dan daar dan bent, dan ben je ook aan het schilderen natuurlijk. Nou, één keer gedaan. Het was zien hoe het werkte. Oké. Ja. Maar dus je moet die revalidanten moest je even leren hoe het moest. Nee, de zussen, de dokters moest zeggen. De dokters? Dat is waar het mee bezig was. Oh. Vertel het maar. Ja, ja, Vrede, pak even de microfoon. Ja, ik zal het even uitleggen, want het is natuurlijk wel een heel gedoe dat als je daar niet als een standaard iemand komt die dus kunstenaar is, maar niet... een buschauffeur of iemand die achter de computer werkt. Maar dit was dus een kunstenaar. Wat moet je daar nou in vredesnaam doen om hem allerlei problemen te leren op te lossen? Toen heb ik gezegd, we maken een afspraak met alle artsen en alle therapeuten op één moment. Okay. Henk gaat schilderen. Ik zeg, ik ben ervan overtuigd, als jullie zien wat Henk doet, dat jullie allemaal weten wat jullie moeten doen om hem dingen te gaan leren. En zo is het ook gebeurd. Ja, klopt. Dat is zo gebeurd, ja. En iedereen ook een beetje huilen, emotioneel? Nou ja, dat is natuurlijk een zeer emotionele tijd. Ik denk dat iedereen die heftige dingen meemaakt in zijn leven... dat is ook met oog op die brillen natuurlijk... dat je moet terug naar het moment waarin je weer weet hoe het goed ging... En vanaf dat punt kan je weer opbouwen naar de toekomst. Ja. En ja, het is emotioneel, maar gelukkig is Henk een zeer positief iemand. Een doorzetter. Ja, Henk is een doorzetter. Positief. En zet zijn energie, zijn verdriet om in, nou ja, in het werk. Dus hij schildert, hij tekent, van alles en nog wat. En die revalidanten, die kunnen ook wel heel veel van je leren. Ah, sowieso, ja. Want... Ja, ik zit ook helemaal af, daar heb ik ook zo'n activiteitenbegeleiding. Dat zouden ze in Amsterdam ook wel hebben. En dan zeggen ze toch, oh Henk, kan je even, ja, hoe tekenen we dat en dan tekenen we dat. Ja, dat hebben we toch. Revalidatie is... Revalidatie is topsport, ja, zonder voorbereiding. Ja. Nou, dat slaat natuurlijk... Dat is heel mooi. Zeg het dat heel slaat mooi. Het natuurlijk allemaal. Zeg het nog één keer, Vrede. Revalidatie is topsport zonder voorbereiding. Ja, dat is, ja. Heel goed. Ja. Nou ja, dat zijn de kronkels die een kunstenaar in zijn hoofd heeft. Dat op papier kan zetten. Die tekst zal je in die top vervolgens zagen. Een schilderij van maken. Ja. En als het dan op zo'n afdeling hangt, dan
krijg je ineens mensen die allemaal hun mond houden aan tafel, die gaan erover praten. Ja, ja. En dan merken ze dat je niet alleen bent in hetgeen wat je hebt. Ja. Dus door de schilderijen van Henk, en Henk heb veel meer schilderijen gemaakt die daar dus hangen. Ja. Mensen gaan praten en dat is gewoon bijzonder. En ze zien ook een foto van jou, of niet? Een klein fotootje. Maar oh, dat is Henk. Ja. In, ja, ja, ja. Ja, en die dokters en die therapeuten. Het is eigenlijk wel goed dat jullie dat doen eigenlijk. Zeker. Want dan zien ze dat je wel wat kan. Dan is het blijven. Absoluut, ja. En dan in het begin was het echt prutwerk hoor. Dat ik echt dacht van nou, we zijn Henk helemaal kwijt. Ja, hij kan het echt niet meer. Dat geloof ik wel. Ja, en dat hebben we echt helemaal absoluut. Stap voor stap terug moeten halen. Ja. Ja, en toen hij op een gegeven moment 8 of 10 brillies in 1 hele rij aan het maken was op de tafel. Ongelooflijk. Toen schoof ik dus een groot schilderij onder zijn neus. En ik zeg Henk. Je bent er weer. Goh. Gelukkig. Bijzonder, ja. Hè? Ja, het is heel bijzonder. Hè? Ja. Ja, het is een, ja. Dat is ook een mooi iets. Ook voor Odeon, hè, Kees? Deze dingen allemaal hartstikke. Is alleen maar goed. Hoeveel nummertjes heb ik nog, Kees? 2. Nou, pak mijn nummer. Pak maar wat ervoor start. Oh, simply the best. Oh, Henk, daar gaan hoor. Simply the best.
blijft lekker. Het is wel jammer dat die China weg is. Hè? Dat, ja. Die musical heb ik dan nog gezien van Tina en de Beatrix in Utrecht. Vond ik ook wel. Vond ik ook wel echt wel iets. Nou, eigenlijk is het een heel slechte. Eigenlijk, want die Mike, die Eike, nee, Eike bedoel ik. Die heeft ze gewoon. Ja, dank je, Eike. Die heeft ze gewoon echt. Verongeslagen, ja. Ja, absoluut, ja. Het is, maar hoe ze dat hebben neergezet, dat is ongelooflijk. Ja. Kijk, ik pak nog even je boeken bij, hè? Goed, hè? En noem even een tekeningetje. Of tekening is een beetje, zo bedoel ik het niet. Noem maar even een tekening, dat ik denk van, nou, dat wil ik er nog even uit halen. Ik heb hier een fiets. Teken maar. Vind ik man met de hond, vind ik leuk, voor corona. Ja? Ja, de oudere man, die heeft de hond. En die oude man, die staat alleen. Hij heeft opeens geen visite meer. Hij begrijpt niet waarom. Ja, ja. Dat de hond niet meer van zijn kinderen, niks. Dat gaat echt niet. En dat was helemaal van die coronatijd, ja, waar we het dus net over gehad hadden. Ja, want die moet nog bij je opa komen, bij je oma. Nee. Je kinderen, zeggen het dus niet. Ja, ja, ja. En dat zijn van die momenten dat je dan dat moet tekenen. Wij schrijven het op en Henk tekent het of... Ik schrijf gewoon maar in mezelf, ja, nagaat. Maar had er iemand toen meemaakt, hoor. Ja. Daar even nagedacht, denk ik, dat ben ik mee. Eenzaamheid, heet dat. Ja, het is ook eigenlijk, ja, het is ook een eenzaam iets, hè. Ja. Die hersenbloeding, ik wil er niet steeds over hebben, Henk. Want je hebt, maar dat is een soort eenzaamheid ook. Maar is dat? Het is, je kan je ding niet kwijt, hè. Kijk, ik praat nu ook over mezelf, ik zit ook in een rolstoel. Ja. Dat weten de luisteraars ook. En ik was ook een tijdje even afwezig wegens ook gezondheidsproblemen. En dan weet je het gewoon niet. Gewoon niet. Je kan het niet brengen. En ja, het is gewoon vreselijk. Ja. En ik schrijf het dan op. Maar en jij tekent het. Dat is eigenlijk. Ja, en ik maak er soms een kormpje van. En jij doet het op een andere manier. En zo blijf je doorgaan natuurlijk. Ja, natuurlijk. Wat ook leuk is, je bent natuurlijk bij een bekende supermarkt. Daar ben je ook, we noemen even het niet... Ook coronatijd. Nou, daar ben je echt plus bij. Ja. Gewoon plus. En dan, plus. Dan doen we de Albert Heijn en de Dekamarkt. Ja, ook daar erbij. Doen we even bij vanwege de... We mogen niet reclame, maar dit terzijde. Maar daar stond je ook helemaal bij. Hè? Want er mag niet meer echt exposeren door corona. Ja. Toen was een vriend van me, Paul. Die zei, Henk, waarom ga je niet exposeren in mijn winkel? Zeg, ja, is leuk, hè? Ja. Toen werd de burgemeester gevraagd aan de burgemeester of het dan mocht. Nou, was goed. Oh, ja. Mag daar exposeren. En dat was Halsema toen nog. Ja, nee, niet Halsema. Oh, dat was... Al van der Rijn. Oh, Al van der Rijn, sorry. Oudekerk en Amsterdam, sorry. Maakt niet uit. Al van de Oosthuis. Ja. Top. Maar dat is toch wel grappig dat je dan in een supermarkt je tekening... Dus ja, maf, hè? Dan doe je je aardappelpakje of de witte penen en dan opeens zie je de schilderij van Henk. Ja, raar, hè? Moest je er niet over nadenken? Van, nee, gewoon doen. Gewoon leuk, hartstikke leuk. En dan ben je je dingetjes aan het wegen en dan, oh, zie je een tekening van. Ik heb beter krijgen mijn ogen dingen verrekken, maar schilderijen. Ja, ja, ja. En dan heb je de meest kleurrijke schilderijen gepakt. Ja, hartstikke idee, of anders. Absoluut. En heb je ook echt klanten doorgekregen? Ook van bezoekers? Ook van, heb ik ook, echt waar? Ja. Goh. Mensen denken, oh, die wil ik hebben. Ja, ja. Een paar keer voor mij gelopen, dit is mooi, ik ben er. Bel de Henk even op. Oké. Okay. En dan je kaartje erbij. Mooi toch? Ja, zo is het eigenlijk. Zo werkt dat in het hele leven eigenlijk. Hè? Zo gaat het, ja, natuurlijk. Ja, ja. Wil je nog wat? Ik heb nog 8 minuten. Wil je nog even wat vertellen? Ik zeg altijd in mijn programma, altijd, ben ik wat vergeten in ons gesprek in een uur? Nee, het zou niet weten. Hoor. Weet je, even lust. pak even je microfoon, Freda. Dan hoor je even. Ik zou het ook even niet weten. Weet je, er is eigenlijk zoveel te vertellen altijd. Jawel. Maar nee, we hebben hele dingen hebben we wel aangestipt nu, hè? Helemaal, ja. Nou, misschien nog over het boekje. Ja, want ja. Daar staat niet alleen Ajax in. Nee. Dat is natuurlijk de club van Henk. Ja.
En je hoeft hem ook niet te vragen om een andere club uit te schilderen, want dat doet hij niet. Dat doe je. Helaas. Dus nee, Feyenoord doe je ook niet, alleen Ajax. Alleen Ajax. Ja, maar er zit nog meer in het boekje, zoals de EK, de WK, de Tour de France, Max Verstappen. En waar we het net over hadden natuurlijk, die aparte tijd van corona, wat heel onzeker was. Ja. En gewoon fijn is om inderdaad je emoties dus op papier te kunnen zetten. Ja, nee, dat is... En dat is gewoon bijzonder. Is heel bijzonder, ja. Maar vooral het liefst met een positieve knipoog. Ja, want zo zit Henk in elkaar. Ja, vooral dat. Ja, oh ja, hier zie ik ook zo'n... van het stemmen. Het stemmen, ja. Ja, ook klopt. Heel mooi getekend eigenlijk. Maar ook een beetje de gekkigheid die hij daar wel inzet. Oh ja, Pudo in plaats van rood of zoiets, toch? Ja, het is heel prachtig. Ja, en natuurlijk het voorwoord van Johan Cruijff. Tuurlijk. Ja. Zal ik dat er nog eens eventjes voorlezen? Heel graag, ja. Het voorwoord van Johan, dat is... Ik was in dit geval een goede assistent van een schilder die past zoals ik denk. Bedankt, Henk. En Peter Faber heeft er ook wat in geschreven. De virtuose Henk, je bent geen schaker, kraker of staker... maar kampioen schilderijenmaker. Voor altijd Peter Faber. En aan het einde van het boekje... de laatste tekening die hij gemaakt heeft... van Eberhard van der Laan... Ja. Met zijn overlijden. Yes. Als sluitstuk voor jouw boekje. Ja, klopt. Hij zei altijd... zorg voor mijn stad. Yes. Wees lief voor elkaar. Ja. En zo zit Henk ook in elkaar. En hij noemde Henk altijd de paradijsvogel. Yes. Ja. En hij bijzonder vliegt, mens. En hij vliegt zo. Die vogel vliegt zo weg. Zo. Toen Henk dus ziek was... toen heeft... toen zei ik tegen Henk van nou... Hè, wij roepen al 10 jaar lang dat wij willen trouwen. Het is nu klaar. We weten niet eens of je het wel kan overleven. Wij gaan nu trouwen. En binnen een maand waren we getrouwd. Hij zegt, ja, is goed. Regel jij maar. Ik bel Eberhard wel even. Dus nou, zo is het ook allemaal gebeurd. Ja. Bijzondere verhaal. Eberhard had gewoon schok van mijn stem. Hij schrok van je stem. Hij wilde natuurlijk stoppen met roken. Hij zei, stop dan. Ja, maar het was eigenlijk al te laat. Ja. Maar dat wisten we natuurlijk niet, wat er in de binnenkant allemaal huis hield bij hem. Nee, dat kunnen we ook nooit zien eigenlijk. Nee. Maar Femke, die doet toch een programma op Radio 1, toch? Nu? Zijn ex, nou, zijn weduwnaar. Ja, ook. Dat zou kunnen. Eigenlijk hebben we er nooit echt naar geluisterd. Nee. In de nacht. Ik dacht eerder dat je het over de andere, de nieuwe burgemeester had. Maar daar hebben wij niet zoveel mee. Dat is een lastig dingetje. Daar ga ik ook niks over vragen. Ik geloof dat jouw broer wel meegedaan heeft om haar te promoten destijds. GroenLinks. Maar je hebt helemaal niks met haar, hè? Helemaal niks. GroenLinks in de stad Amsterdam is fout. Balers. Protest. Is dat, niks aan. Ja, ik kan het wel zeggen. Maar nee, ik zeg het maar niet. Maar ik moest wel erg op lachen. Hoe je het had geschreven. En eigenlijk is het echt recht uit je hart. Tuurlijk, En zo ben jij. Tegenwoordig ook geen blad meer voor mond, zegt Freya. Nee, Henk heeft door zijn hoofd geen blad meer voor zijn mond. Nee. En soms moet management, oftewel ik dus, moet hem een beetje afremmen. Door te zeggen van nou Henk, dit kan je niet zo neerzetten. Nee. Of het exposeren op plekken, openbare plekken zoals het ziekenhuis. En dan met een schilderij aankomen waar 2 mensen bloot staan. Ja. Nou ja, je ziet op de flyer natuurlijk een blote dame hier staan. Ja. En dat vinden wij nou niet echt bloot. Maar dan kunnen mensen wel het aanstootgevend vinden. Ja. Dus Henk moet ik af en toe even een klein beetje begeleiden. Maar hij doet gewoon zijn ding. Je moet hem vrijlaten. Dat is zo, ja. En door die... bloedingen, dan ben je wat ontremmen, hè, soms. Ja, echt wel, ja. En dan kan je niks doen, dan ben ik ook wel eens. Maar dat moet je soms even afremmen. Ja, dat is zo. Maar ja, goed, hè, je bent zo en ze moeten zo je blijven houden zoals je bent. Maar soms moet je even... Nou ja, ze zijn goed voor me. Ze zijn goed. Ja, maar ze zorgt ook goed voor je. Ja, zo ze zorgt heel goed voor me. Ze zijn heel blij met dat. Ik ben heel hard. Ik haal de zweep erover, hè. Pas op. Oh, nou, ik wilde alles over weten, maar dat doe ik maar niet.
Ik ben even benieuwd, kan ik even ietsje, want als ik even hoe lang ik nog heb, nog 2 minuten, dat is een plaatje, dat lukt niet meer. Ik moet het afronden, Kees wil ik zeggen, Henk, want de mensen van de country, hou je een beetje van country? Ja, af en toe wel, ja. Af en toe wel. Die komen naar mij, de country, ja, en dan spreek ik je volgende keer weer. Goed. Ik hoop dat alles een beetje goed gaat, hè? Hoop met jou ook. Oké, dikke kus. Bye bye. Dikke kus, hè? Bye.